We zijn te gast in het Brabantse Kuik bij Dutch Diamond Technologies. Een familiebedrijf gespecialiseerd in diamanttoepassingen voor technologische doeleinden. En dat dit jaar alweer het 10-jarig jubileum viert. Goedemorgen, hallo. Wat leuk om hier te zijn. Dag, ik ben Elise Jansen. Ik ben Welkom bij Dutch Diamond Technologies. Ton, ik mag je feliciteren. Jullie hebben een bijzonder jubileum. Dankjewel, Suze. Welkom bij Didi. We zijn hartstikke trots dat wij jullie hier mogen verwelkomen ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum. 10 jaar, dat is niet niks. En ooit met heel weinig begonnen. We zijn begonnen met 3 dames. Mijn vrouw deed een avontuur de administratie. En we hadden 2 slijpers op 0-urenbasis. Dat was het begin van wat het nu geworden is. En een bedrijf wat gespecialiseerd is in diamanten, dat is niet verwonderlijk hier in Kuik, is een bijzondere geschiedenis. Het is een geschiedenis die dateert vanuit 1953. Toen zijn de eerste diamanten hier in Kuik geslepen. En tot eind jaren 70 hebben we hoofdzakelijk sierdiamanten geslepen. In de jaren 80 zijn we overgegaan naar de andere toepassing van de diamanten, omdat het sierslijpen in Nederland niet meer lonend was. En dat is jullie specialiteit geworden? Dat is uiteindelijk onze specialiteit geworden, ja. En aan wat voor producten moet ik dan denken? Waar worden die diamanten voor gebruikt? Het merendeel van onze producten vinden we een weg in de optische industrie, in de analyseapparatuur. Wij doen heel veel in de meetwereld. Wij maken bolletjes die in hoogwaardige meetapparatuur gebruikt worden. Wij maken nozzeltjes. Dat zijn hele kleine diamantjes met een gaatje erin, waarmee je met hoge druk water doorheen spuit, waarmee je echt hele grote dikke stalen platen mee kunt snijden. Wij maken heel veel freesjes voor lenzen. In die wereld moet je denken bij ons. Als leek denken wij dat diamanten nog steeds uit de mijn komen, maar dat is al lang achterhaald. Dat is al lang achterhaald. Wij waren ook een van de eerste bedrijven ter wereld die diamanten lieten groeien. Op dit moment hebben wij een hele nauwe samenwerking met een plant in Augsburg, waar wij dus diamantplaten laten groeien. Het is zo groot als een schoteltje wat je bij de koffie krijgt. Natuurdiamant of mine diamonds, wat je wilt, dat is een uniek product. Dat betekent ook dat de eigenschappen van elke diamant anders zijn. De producten die wij in de markt zetten vereisen een constante kwaliteit. En met lab-grown diamonds, zoals wij die dus verwerken, kunnen wij die kwaliteit garanderen. En om te laten zien hoe bijzonder het is wat jullie allemaal maken, hebben jullie speciaal voor het 10-jarig jubileum een ring ontworpen. Wat was de achterliggende gedachte daarbij? De achterliggende gedachte is niet dat wij in de sierwereld willen, maar zeg nooit nooit. Maar de uitzonderlijke grote diamantafmetingen die wij kunnen aanbieden zijn heel erg interessant om in nieuwe gebieden, in nieuwe technologische ontwikkelingen te gebruiken. Die ring is een symbool, die geeft eigenlijk weer wat je met grote diamanten kunt doen, samen met de technieken die wij kunnen aanbieden. Hierboven is de designafdeling. Hier is onder andere de designafdeling. Loek, jij bent mede verantwoordelijk voor het ontwerp van de hele bijzondere jubileumring. Ja, wat heb je precies gedaan? Nou ja, goed, we kregen natuurlijk de beschikking over de grote plaat diamant. We dachten echt zoiets van, nou goed, daar moeten we iets mee. Dus het zou stom zijn om niks mee te doen eigenlijk. Om onze slogan Diamonds the Other Way Around ook eer aan te doen, dachten we eigenlijk van, we doen iets wat compleet het tegenovergestelde is wat gebruikelijk is in de industrie eigenlijk. We zijn gaan brainstormen met wat we allemaal zouden kunnen met zo'n grote plaat, flinke dikte. En daar kwam eigenlijk vrij wel automatisch uit de brainstorm met collega's een ring eigenlijk uit. In plaats van een diamant of een zilveren ring met een diamantje, dachten we nou, we gaan echt gewoon een ring helemaal van diamant maken. Bleek ook nog nooit vertoond te zijn met lab-grown diamond. Dus eigenlijk komen al onze competenties zo mooi samen in deze ring. En de beschikbaarheid van het grote diamant en al onze productietechnologieën die we in huis hebben. En helemaal uitgewerkt op de computer? En helemaal uitgewerkt op de computer inderdaad. Wat heel belangrijk is bij diamant is de interne reflectie. Die maakt zo'n juweel zo mooi. Een plaatje van diamant bijvoorbeeld, dan kijk je dwars doorheen, dan zie je helemaal niet dat het diamant is. Maar die kleur die komt pas tot leven als je echt dat licht weer kaatst ziet in de diamant zelf. Dus die vlakjes die moeten zo gepositioneerd worden dat dat licht, dat vuur ook wel genoemd, in de diamant blijft en zichtbaar wordt. En er is eigenlijk deze ring zo uitgekomen. Maar het is heel leuk. Het is even de focus verleggen op iets anders. Er komt natuurlijk een prachtig product uit. En we hoopten natuurlijk ook om de ring te kunnen gebruiken als een marketingstunt. We bestaan dit jaar 10 jaar. En het is wel heel erg leuk om dit als een soort showcase te gebruiken. 10 jaar een mooi bedrijf, ook echt een familiebedrijf. Het is een familiebedrijf, ja. 5 jaar geleden is mijn dochter begonnen. En sinds 3 jaar is ook mijn zoon Chris in het bedrijf aanwezig. En we zijn een traject gestart waar wij in een periode van 10 tot 15 jaar langzamerhand, stap voor stap, het bedrijf overdragen aan onze kinderen. En langzamerhand zijn jullie ook steeds internationaler geworden?
Ja, wij tot nog toe hebben we alles zelf gedaan. Op dit moment neemt het zo'n vlucht dat wij hebben besloten om per 1 januari een plant te openen in Singapore. Waar we dus een man hebben die Azië gaat bedienen. We zijn in Amerika bezig op een soortgelijke manier om daar een kantoor neer te zetten. En we hebben er ook experts zitten die op dezelfde manier denken als wij denken. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a